En de busterminal aan de Dr. Sofie Redmondstraat, meer bekend als Onderbong, wordt momenteel gebruikt als standplaats voor enkele venters. DC Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost zegt dat hij de mensen niet kwalijk kan nemen omdat geen enkele markt open is voor het publiek. De mensen moeten op een of andere manier ook hun brood verdienen. Daarom zeggen wij van het commissariaat niet echt iets, is benadrukt de burgervader. Nerkus wilde in principe geen commentaar leveren op de aanwezigheid van de venters, omdat naar zijn zeggen zijn woorden vaker verkeerd worden geïnterpreteerd. Hij benadrukt dat zij nog op deze manier mogen verkopen. Maar zodra de markten weer open gaan, zal niemand op of langs de weg mogen verkopen, zegt Nerkus in een telefonisch interview met onze nieuwsdienst. Hij wijst er nog op dat deze straatventers ook nog een chaotische situatie kunnen veroorzaken. Hij doelt daarbij op een mogelijke stremming van het verkeer wanneer mensen langs de weg stoppen om aankopen te doen.